Wat we gaan zien is een uitvoering van suites van Prokofjev, die door Grote Kerst gedaan worden, gedirigeerd door Bas Wiegers. En er is een dansvoorstelling bij. De dansvoorstelling is voor iedereen geschikt, voor volwassenen en kinderen. We zijn begonnen met een casting. Daar waren 7 hoofdrollen voor. En ik ben uiteindelijk de prins geworden. Dus we zijn nu hard aan het repeteren. En over 2 weekjes is het nu. Horen we er tegenaan in de doelen. Dus ik ben eens benieuwd. Ja. Vooral heel hard trainen nu. Ja. Dus dat is waar we vooral nu mee bezig zijn. Nou, een van de leuke dingen die ik vind bij dansen, vind ik het zo mooi dat het spel en de beweging zo samen gaan. En het grensvlak tussen spelen en dansen is de bewegingen die je met je lichaam maakt, ook als acteur bijvoorbeeld. Ja, en om daarnaar te kijken en om dat aan te scherpen vind ik heel erg leuk. Ik ben Cinderella of Assepoester in het huis. Dus ik speel in het huis ben ik Assepoester en je hebt ook een Assepoester, dat is mijn tweelingzus, op het bal. Adriaan maakt prachtig choreografisch materiaal, wat zowel vertellend is als humorvol en de muziek is heel levendig. Wie wil dan niet het Rotterdamse Philharmonisch Orkest zien met Prokofjev? Ja, ik vind het echt superleuk. Vooral in de doelen en met het live orkest, dat vind ik echt heel tof. Nou, de voorstelling is 12 juni in de Doelen. Het is naast Codars, dus het is heel dichtbij van het Centraal Station. Net 5 minuten lopen of zo. Dus ik hoop jullie allemaal daar te zien. Ja.